Vaccinaties zijn heel erg belangrijk in het kader van medische preventie. En ik vind het daarom verbijsterend dat het gemiddeld 9 jaar duurt voordat een vaccin goedgekeurd is door de EMA en hier in Nederland toegankelijk is voor de patiënt. Het duurt eindeloos lang voordat ze beschikbaar zijn en worden ingezet door het veld. Vooral het advies van de Gezondheidsraad laat lang op zich wachten. En ik begrijp dat het gemiddeld 6 jaar duurt voordat er een nieuw vaccin op de werkagenda van de Gezondheidsraad komt. En daarna kan het nog eens 1,5 jaar duren voordat het advies verschijnt. Dat moet korter kunnen. Waarom zijn er geen vaste tijden waarin de Raad het advies klaar moet hebben? Het zou binnen 1 jaar na EMA-registratie toch moeten kunnen. Ik weet dat het de verantwoordelijkheid van de minister is. Maar ook in het belang van medische preventie is deze doorlooptijd ontzettend belangrijk. En ik hoor graag van de staatssecretaris wat hij daarvan vindt. En of hij mogelijkheden ziet om deze doorlooptijd drastisch te gaan verminderen.